verhaal af te maken. Hier is dan de 50622. Een jubileumuitgave van Fleischman. Ook van de lading van de trein. En hier zie je ook weer het idee van een andere lading weer op de platte wagens. Nou, jongens. Even uitzetten. Platte wagens of rongen wagens. Met werkmateriaal. Oh. Nou, 50622, de jubileumuitgave van Fleischman. Onder te herkennen aan de rode kruiskop. En inderdaad met een andere lading. Die ook nog afgemaakt moet worden met sterren. In ieder geval witte sterren, wel te verstaan. Deze weer even een beetje laten reden ook. En ik film het nu zo uitgebreid redend. Omdat ik het leuk vind om treintjes te filmen. Maar ook omdat het een afscheidsritje is. Want deze gaat ook de verkoop in. In eerste instantie had ik nog de gedachte om een analoog baantje te maken. Oldschool, van een schakelaartje en zo. Daar vind ik dan de Fleischman locomotieven ook uit nostalgische overweging het meest geschikt voor. Maar ik denk dat ik toch een andere keuze ga maken. En dat wil zeggen, digitaal heeft toch veel meer speel- en rijmogelijkheden. En daarnaast heb ik toch ook al de gebreken van de baan. Het zijn verwijderen, om even ingrepen. Ik zag deze draadje, ik denk dat moeten we niet in het regen hebben. Van de Fleischman naar de locomotief. En eventjes weer stoppen. We gaan weer verder met de 50 van Fleischman. Jubileumuitgave te herkennen aan de rode kruiskop onder andere. En het stukje nummer, het is een museumlocomotief. En het was uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Deutsche Bundesbahn. Van de Deutsche Bahn. De Duitse spoorwegen. Nou, gaan we een beetje mee rijden. Dus meteen ingereden, want het was je volgens mij nog niet eens. De Fleischman haakkoppelingen en aan. De hoge tanks ook al. Dus de station is uiteraard uitstekend. Maar de oversize is wat minder. Daar gaan we weer.
Oh no. Gaan we ook even met de doos in met de lading doen. Komt er nog een keertje een lading militair voorbij, waar de sterren nog opgezet moeten worden. Het zou natuurlijk ook mooi zijn als je van die lettertjes zou kunnen hebben. Nou, deze feestdrager gaat dan ook de verkoop in. Prachtig ding. Ja. Nou, deze lader ga ik even in een doosje doen vooralsnog. Want ik wil ook graag mijn banen verbouwen. Wat weet ik nog niet precies. En verder gaan we met mijn eigen goederen trainen ook. Dus dat gaan we nu even doen. Dus dan sluit ik het verkwinten even af en dat geeft weer rust. Rondje dan. Met deze mooie snelheid. Of een kleinere baan. Nou, inderdaad, alleen maar rails en spelen maar. Deze baan verbeteren nog. Ik zou graag een lang rechtstuk willen. En misschien nog wat meer speelmogelijkheden, maar dat moet ook nog blijken als ik een tijdje met digitaal trainen heb gereden. Ik denk dat er wel voldoende speelmogelijkheden zijn. Die heb ik tot nu toe nog niet volledig kunnen benutten. Ja, omdat ik nog niet altijd digitaal heb gereden eigenlijk. En me ook heel erg bezig gehouden met alleen maar trainsamenstellingen. En dan gaat dat ten koste van andere dingen. Zoals scenerie. De nauwkeurigheid bij het aanleggen van de baan. Haastige spoed is zelden goed. En ook zeker niet bij het maken van een traintafel. Maar goed, eerlijk gezegd weet ik het gewoon allemaal nog niet. We gaan het zien. Poink. Te halen in een doosje doen. Hier heb ik al een doosje voor je, Quinten, zie je het? Met allerlei lading, die bij één wagon en die andere wagon. De bouwrij 41.
platte wagons, de buizenlading, de houtlading. Dus dat kan er allemaal eventjes aan de kant. Er wordt weer een nieuwe doos klaargemaakt voor batch TIG. Dus ga eerst even sowieso de Engelsen doen. En wat ik zeg, de baan en de Engelsen. En dan zien we wel weer verder. Oké. Okay. Nou jongen. We zien het wel, we bespreken het wel. Jij ziet het ook wel. Dat was het even. Er staat alweer een partijtje, zeg maar. Hè, wat ik al zei, platte wagens. Die ik ook nog zelf ga gebruiken. Ik vind ze wel mooi. Twee van de US Army, dus je moet ook naar de andere afdeling. Hier één wagon met wel vijf verschillende soorten ladingen, geloof ik. En die tankwagon, ik laat hem maar zo, omdat je hem inderdaad ook zelf zo even opnieuw. Nou, ik ga het, dit staat dus klaar voor jou, Quinten. Maar je gaat het ook nog zelf gebruiken. En wat ik zeg, hier nog de sterren van voorzien. En kijken wat je er allemaal nog mee kan doen. Maar ik ga nu in ieder geval even verder met mijn eigen trainen. En we zien het wel. Nou, om uiteindelijk aan die verbouwing te gaan beginnen, ga ik ook even de wagons opruimen die sowieso achterblijven voor eigen gebruik. En dat is onder andere deze trein met de autotransport. En voor deze parade moet ze natuurlijk wel even recht op de wagon staan. Ik ga even achteruit. Want dat is natuurlijk het nadeel. Die autootjes die staan dan los op die wagons. En bij de hobbels en de bobbels. Of bij een storing, hè, zoals net. Dat die dan ineens stopt. Ja, dan schieten al die wagentjes natuurlijk naar voren. En dan is het gelijk een chaos op die wagons. En om ze dan allemaal vast te lijmen is ook weer zo wat. En het is ook naar voorbeeld. Ik heb een foto gezien met bussen bovenop en kevers onderop. Dus dat is wel leuk. Nou, wie gaat hij dan? Even rijden nog. Dat hij even de doos ingaat. En dan zie je toch dat er nog een kevertje naar voren is geschoten. Even een beetje naar achteren door die hele hits. Bestaande uit Viking en Burkina kevers. Met authentieke kleuren. Mijn vader heeft 3 kevers gehad, dus dat is wel leuk. Leuke nostalgie. Nou, dan gaan we nog een keer. Gaan we even een stukje rijden. Met deze mooie trein. Het
zijn metalen wagons, die zijn toch best wel zwaar. Maar daar zal deze bouwrij in feite geen problemen mee hebben, want die heeft 6 anti-slipbanden. Het is een vleesband. Dat getik wat je hoort, dat was natuurlijk gewoon het niet goed aanleggen van de baan. Ik heb ook, het was eerst anders. En als je dan gaat wijzigen, dan past het nooit meer zoals het eigenlijk had gewild. Je doet dit over dit stukje. Er zit op de een of andere manier zit er een bobbeltje in of een holletje. En dan is de stroomopname gewoon een naadje, zeg maar, slecht. Kijk, als ik hem, volgens mij zou ik hem een klein dansje geven. Ja, zie je, dan doet hij het gewoon. Dus een hele moeilijke op te lossen storing. Dus gewoon opnieuw beginnen. Of verbeteren. Wat is dat? Dat is nog niet eerder voorgekomen. Dat kan ook vervuiling zijn, mensen. Want ja, dit zijn natuurlijk ook van die plekken waar je niet zo makkelijk bij kan. Nou, valt allemaal niet mee. Van wat nou allemaal? Dat moeten we niet hebben met je autotransport. De oude metalen vleesbanden wagons, de autotransport wagons. En Intrix, dus eigenlijk 3 van vleesband. Dat is wel een mooie trein. Zie ik het zo. Nou, moe.
Eerdongen train met een wat internationale karakter. De voorslagen zullen wel naar Amersfoort gaan. Dit is een Hamo NS1200 zonder vignet. In het Berlijns blauw. Een Porsche. Wordt ook gebracht. Dan de busjes weer. Polen. Ja, we hebben nog een Nederlandse bons. Dit zijn dan weer speciale bons die laatste. Een schoortreetje. Even kijken of dat goed komt. Ik schreef een sport. Goed. Dat komt ook niet slecht uit, want dan kan je ook gelijk zien. Dat er ook nog speciale wagons voor een veerboot te achterhangen. En ook met een aangepast profiel voor Engeland. Hè. Dus ze zijn wat smaller en ook wat lager. En daardoor kunnen ze op de boot naar Engeland. En kunnen ze daar meteen ingezet worden ook. Dus dat maakt dit toch wel een leuke internationale goederentrein. Hij ging al gelijk hard van starten. Maar goed, daar gaat hij. Deze heeft een lampje die hier brandt. Volgens mij is hij anders zijn. Ik ga even onderaan. Dus mij brandt ook meer kant naar.